Maar dit is de Akselse vlakte. Bekend, nou niet heel bekend, maar een klein beetje berucht was het hier wel. Vroeger werd hier gestraat gereisd. En nou ja, moesten iets met een M3 doen. Dan kom je toch wel gaaf op dit soort plekken. Nu zijn er wat drempels en zo, maar dit was het traject. Dus ik ga nu even een klein stukje accelereren. Deze verklaar ik deze M3 tot de ideale straatraceauto. Het behoeft natuurlijk enige toelichting, maar hij is natuurlijk geel, vinkt, gelb. Echt pornokleur. Ik vind het echt wel gaaf. Vooral zo in dat winterlicht, weet je, en alles is saai en grijs. En net als jezelf, hè? En dat is jouw persoonlijkheid. Dat was mijn persoonlijkheid, zijn het saai en grijs. Dan heb je dus een auto nodig die daar een beetje kleur aan geeft. Perfecto. Hij is luid genoeg, zodat zeg maar al je matties weten dat je er aankomt. En die matties kun je dus meenemen, want dit is een vierdeurs auto. En dit is ook een auto die je er denk ik thuis dan wel doorheen kan. Je zegt gewoon, joh, het is gewoon een 3-serie. Gewoon een kinderzitje achterin. Het zit hier gewoon een kinderzitje achterin, hè? Ik weet niet of ze het hebben gezien. Maar het zit gewoon een kinderzitje. Letterlijk kan hier dus gewoon een kinderzitje in. Zelfs twee dingen. En waarom nog een keer met die M3 rijden? Nou ja, we hadden nog niet in de M3 gereden. Het blijft toch het icoon is de M3 en niet de M4. En deze heeft het Competition Package. 7000 euro kost dat. En daarvoor krijg je 19 hele pk's extra. 19. Dat voelt inderdaad niet als een goede deal, maar er is meer. Je krijgt ook een zwarte M3 badge achterop. Dat is ook gauw 23,50 op eBay als je dat los moet kopen. Sowieso helemaal shadowline uitgevoerd, dus alle accenten zijn zwart. Uitlaatjes ook gewoon zwart, ziet wel gewoon gaaf uit. Maar nog het allerbelangrijkste wellicht is dat ze toch een beetje zijn gaan tweaken aan het onderstel. Hij is wat straffer volgens mij, maar uiteindelijk die achterkant is wel meer onder controle. Je kunt hem makkelijker zeg maar, tegen of net over die limiet of helemaal over de limiet rijden zonder dat die auto zeg maar, te snel te hard terugbijt. Die 7mm krijg je overigens ook andere gepolijste 20 inch lichtmetalen velgen. Maar die liggen bij BMW op zolder, want dit is de winterset die eronder zit met winterbanden. Dus of deze auto nou daadwerkelijk meer grip heeft dan een standaard M3 of M4, dat durf ik niet te zeggen, want ja, wij rijden op winterbanden. Maar hij voelt wel, ik weet niet, het is geleidelijker gaat die achterkant. Het is andere veren, andere dempers, andere stabilisatorstangen. Ze hebben natuurlijk ook al elektronica aangepast, ook aan het toegenomen vermogen, 19 pk extra, dus dan heb je 450 stuks. Ja, dat is zo ongeveer een afrond fout, maar goed, dat maakt niet uit. Betekent wel, met DCT-bak, die 7-traps DCT-bak, 0,1 seconde sneller dan 100. Dat betekent dat je weer door zo'n psychologische grens gaat. Of eigenlijk nog net niet, maar 4 seconden precies naar de 100 met DCT-bak. Elektronica aanlaat. Echt, je moeder kan erin rijden.
is dus de ultieme straatrace alauto. En dat komt, nou, Matties kunnen mee, had ik al gezegd. Hij maakt genoeg geluid. Dat is ook leuk voor de omstanders. Er komen altijd mensen kijken. En hij is misschien niet altijd de snelste in de praktijk door wielspinnen en zo, maar wel heel spectaculair. En het is dus uiteindelijk ook een sport voor toeschouwers, hè, straatracen. Begrijpt de politie en zo allemaal niet. Maar uiteindelijk is dit gewoon een beetje licht vermaak voor de zaterdagavond, waar een heleboel mensen kunnen kijken hoe twee andere mensen even een klein sprintje trekken. Nou, hoe gevaarlijk kan het zijn? Nou ja, vrij gevaarlijk als ik de lokale omroep op maandagochtend check, maar nou, dat geldt te zijn. En ja, dit is wel, als ik zeg maar een garage mag samenstellen waarin één auto staat, waar dus kinderen in mee moeten kunnen en zo, maar die enigszins zuinig is als je er heel rustig 80 op de cruise door mee rijdt, dan zou wel een kantje hebben. Dus de aanvraag is, moet je Competition Package mee bestellen als je een M3 of een M4 of een M4 cabriolet gaat bestellen? Die is overigens langzamer naar de 100, 4,3 seconden is natuurlijk 500 kilo extra gewicht van dat dak en al de versteviging omdat de carrosserie hier door de is gezaagd. Maar moet je dit pakket meebestellen? Ja, je moet het meebestellen, want meer pk. En hij lijkt ook wel makkelijk op de weg kwijt te kunnen. Dit is wel een auto die zeg maar net eventjes beter is dan de oorspronkelijke M4, M3. Eigenlijk misschien wel is de auto nu zoals die had moeten zijn. En ja, als je het niet doet, dan rijd je toch weer in een instapper. Daar begon je ooit waarschijnlijk, een 316i met M-badges. En als je dan een gewone M3, ja, dat kan niet meer. Dus dan daarmee beantwoord ik ook de vraag, moet je inruilen als je erin rijdt? Ja, dat moet dus. Ja, het doet even pijn. Maar het is voor een goed doel, namelijk dat er meer tweedehands normale M3's beschikbaar komen. Maar dan zal ik me bekommeren om jullie ingeruilde standaard M3's dan. Deze is ook nog trouwens de facelift, hè? Dus dit hiermee, als je hiermee voor komt rijden, denkt de buurvrouw echt zo, een hele nieuwe auto.